Trans Visibility Day, Paarse Vrijdag, Coming Out Day, Roze Zaterdag. De LGBTQIA+ community heeft behoorlijk wat dagen op hun naam staan. Vandaag, donderdag 14 juli, is het de Internationale Dag voor de Non-Binaire Mens. Ik ga langs bij Kim en Teunis om te vragen wat deze dag voor ze betekent. Dit is Kim Vrolijk, fractievertegenwoordiger van de Haagse Stadspartij en die identificeert als non-binair. Het gaat soms wel eens mis, ja, met voornaamwoorden. En dit is Teunis van den Berg, manager bij de lokale slabar in Haarlem. Ik ben geboren als man zijnde. Ik heb eigenlijk van de maatschappij het predicaat man gekregen. Dat klopt niet bij mij. Dus dan dacht ik, nou, dan ben ik misschien wel vrouw. Maar dat klopt ook helemaal niet bij mij. De normen en waarden die daarbij komen kijken, zoals man en vrouw, zijn niet mijn ding. En toen kwam ik non-binair tegen en dat paste perfect. Ik denk, ik heb altijd wel geweten dat er iets niet klopte of zo bij mij als het ging over gender. Ik wilde vroeger als kind heel graag een jongetje zijn. En ik dacht heel lang eigenlijk dat iedereen een soort van gender struggles had. En dat soort van bij de puberteit hoorde of zo. Of dat, ja, dat alle kinderen daar wel over nadachten. En ik denk pas later in mijn puberteit kwam ik erachter dat toch niet helemaal het geval is. Ja, die dag is wel heel erg belangrijk. Als een van, het helpt mee met het exposen van mensen. Hoe meer mensen in contact komen met verschillende genderidentiteiten, hoe normaler het wordt. En dat is eigenlijk wat ik het liefst wil, dat het gewoon normaal is. De dag voor non-binaire mensen betekent voor mij eigenlijk voornamelijk een stukje zichtbaarheid. Wat ik eigenlijk wil meegeven is aan iedereen, laat de andere vooral in diegene's waarde. Respecteer de voornaamwoorden die diegene gebruikt. Ja, mijn voornaamwoorden zijn hen, hun, die, diens. Mocht je niet helemaal begrijpen hoe je dat moet doen, ja of nee, nou, stel vooral vragen. In een zin is dat vrij simpel te gebruiken als in van hen gaat naar de winkel of die is laatst een broodje gaan kopen. Maar vooral het allerbelangrijkste vind ik educate yourself. Ik hoop vooral voor jonge trans mensen en jonge non-binaire mensen die nog struggelen met gendervraagstukken. Daar zou ik graag aan willen laten weten dat je alle rust en in alle ruimte kunt krijgen om daar gewoon rustig over na te denken. En dat er opties zijn en dat het niet zo is dat je moet kiezen per se als dat niet is hoe je je voelt.